zit bij de sheik. Of zij is aan het werken. Terror Factory Spookhuis met karretjes. Hier hebben we dan de Move It 32. En naast de Move It staat de Speed Surf. Speedsurfer is een snelheidsmolen. Hallo. Ook aanwezig is de Eclipse. Dan zijn we hier bij de Cakewalk. Hier natuurlijk de Duinbuggies. Hier ook wel bekende zaken wat hier staan. En de One Man Show. En natuurlijk de bekende Tokyo Express. En dan hier de drinkcoaster. Ik was hier laatst een tonger hebben gezien. De Monza piste. Deze stond laatst ook een tongere. Natuurlijk de Maxi Movie weer aanwezig. De hele mooie Bidul. De paardenrijbaan. En hier dan Popeye de draaimolen. En hier nog
scooters. Hier weer zo'n funhouse met olifant. De jungle. En dan hier de vliegtuigmolletjes. En natuurlijk de Monaco, ook van de partij. Oké, weer een buggybaan. En dan zijn we aangekomen bij de Decadence. Van Bluffkes van Wijk, of van Wijk Bluffkes, of zo je het ook wil noemen. Nou, dat is dus de complete Decadence. Nog helemaal. De avond voor de opening. En hier heb je dan de Air Max van D'Autremont. Maar het is in Genk binnen geweest. En de bekende Seasturmbaan van Lyonesse. De freestyle whip. En ook de ecstasy is weer present. Deze stond laatst ook een tonger op de kermis. En hier natuurlijk de swing-up. Enkele zaken. De achterwal heel mooi bij de Big Apple. Mooie LED verlichting bij de Big Apple. Hier een Fantasialand. De XXL van D'Autremont. Ding zeg. En hier nog wat bungee jumpen. Hier natuurlijk de toboggan, oftewel de glijbaan. De metro. En als laatste de Wild Mouse. Van het reglement hier in verschillende talen staat beschreven. Dus kun je niet zeggen dat je het niet kunt lezen. En zo laatste nog de draaimolen. Nou, dit was het dan weer. Tot de volgende keer.